het stoomgemaal. Dit stoomgemaal is een van de weinig nog werkende stoomgemalen in Nederland. Zelfs het enige nog werkende exemplaar met twee buitenschepraderen. Daarmee wordt het water als het ware uit de polder geschept naar een hoger gelegen afvoerkanaal richting de Randmeren. Precies 100 jaar lang heeft het stoomgemaal in dienst gedaan, tot 1983. Het Rijksmonument is nog regelmatig onder stroom te bewonderen tijdens de zogenaamde maaldagen. Een bezoek meer dan waard. Het stoomgemaal is een prachtig monument in een bijzondere polder. Een uniek stukje Nederland waar landbouw, natuur, waterbeheer en techniek samenkomen en elkaar versterken. Het elektrische gemaal. In 1983 werd het elektrische gemaal in gebruik genomen. De 100 jaar daarvoor had het stoomgemaal het water uit de polder gepompt. Het elektrische gemaal is geplaatst in een daarvoor nieuw gegraven watergang. Het stoomgemaal heeft schepranden om water omhoog te brengen. Dit elektrisch gemaal heeft daarvoor twee vijzels, een soort kurktrekkers, die water oppompen naar boven. Geen stoom die de vijzels aandrijft, maar elektromotoren. Een heel ander principe dus, maar de werking is hetzelfde. Water wegpompen uit polder. Polder Arkemeen is een van de eerste Nederlandse polders. In een polder wordt het waterpeil kunstmatig geregeld en door de dijk eromheen staat het water in een polder vaak lager dan het water in de naastgelegen gebieden. In 1916 was de laatste stormvloed voor de aanleg van de afsluitdijk en liep Nijkerk onder water. De stoomketel heeft een inhoud van 8000 liter. De allereerste telefoon in en rondom Nijkerk rond 1920 was niet voor de burgemeester, politie of brandweer, maar voor het stoomgemaal. De machinist werd namelijk als eerste gebeld bij het hoogwater. Het stoomgemaal heeft 100 jaar dienst gedaan en werkt in geval van nood extra naast het elektrische gemaal. Rond 1350 werd een dijk gelegd. Tot 1860 was de keersluis in de dijk de enige manier om het water uit de polder te weren. Met eb in de Zuiderzee werden de deuren opengezet en kon het water weglopen. Met vloed gingen de deuren dicht. Het stoomgemaal is een rijksmonument.